Oma Arie was ongeveer 80 en Willem was ook net zoiets. Ze vonden het leven nog prachtig, ze zaten nog recht op de fiets. Ze zagen elkaar alle dagen in het dorp, in het kleine café. En ze hielden van sarren en plagen, als ze samen biljarten die twee. Café biljart, café biljart, klein stukje groen voor het eenzame hart. Schuifje zegt licht, balletje tik, die ene ben jij en die andere ben ik. Het was steeds een sigaar en een slokje, al hezen ze niet meer zo snel. En ze keken niet eens op een klokje, zo gingen ze op in een spel. En boven het groen van het laken leken ze jongeren zo waar. Daar zaten ze elkaar af te maken, ze konden niet buiten mekaar. Café biljart, café biljart, klein stukje groen voor het eenzame hart. Schuifje zegt klik, balletje tik, die ene ben jij en die andere ben ik. Het was koud, het was eind januari, en Willem stond al aan het schap. Toen iemand vertelde van Arie, eerst had er nog iets van een grap. En Willem, dat was een apart, en toen hij de boodschap ontving, zei hij, hommekloebeljart. Hij zette zijn pet op en ging. Café biljart, café biljart, klein stukje groen voor het eenzame hart. Het schuifje zegt klik, het balletje tik, den een was ik en een ander was ik.